Today's Golden Age technology will be presented in Dutch, with subtitles in Arabic, Olexi or Vietnamese, Chinese, Dutch, English, French, German, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Mongolian, Persian, Portuguese, Russian and Spanish. Nou, wat mijn bureau doet, wat ons bureau hier doet, is eigenlijk allemaal dingen bedenken, woningtypen bedenken, die hetzelfde zijn als Bland, alleen nu met een drijvende fundering. Dan zijn we begonnen met hele kleine villaatjes en dat wordt dan steeds groter. Hè? Rijtjeswoningen, twee onder één kaps, drijvende appartementcomplexen, drijvende wegen, drijvende tuinen. Alles wat je eigenlijk nodig hebt om een stad in elkaar te zetten. Hallo creatieve kijkers en welkom bij Gouden Eeuw Technologie op Supreme Master Television. Vandaag, in deel 1 van een tweedelige reeks, ontmoeten we een uitzonderlijk architect uit Nederland, waarvan het visionaire werk antwoorden biedt voor de laaggelegen stedelijke gebieden die tegen een stijgende zeespiegel aankijken. Koen Oldhuis stond op de lijst van 's werelds invloedrijkste mensen van Time Magazine in 2007. Aangezien zijn werk wereldwijde interesse heeft vergaard, met overal grote steden die zich moeten aanpassen aan klimaatverandering en snel groeiende bevolkingen. Zijn firma, waterstudio.nl, zit achter een unieke vorm van op water gebaseerde bouwkundige ontwikkeling dat huizen, gebouwen en andere bouwwerken op het water plaatst door gebruik van drijvende funderingen. Meneer Oldhuis studeerde architectuur en industriële vormgeving aan de Technische Universiteit van Delft in Zuid-Holland en heeft jaren met toewijding gewerkt aan het vinden van een oplossing voor de uitdaging van zijn land om te leven met het oprukkende water. Nederland is een van 's werelds meest laaggelegen naties met een kwart van het land onder de zeespiegel. Al eeuwenlang hebben de Nederlanders land herwonnen en de Noordzee tegengehouden door de aanleg van dijken, pompen en drainagesystemen. Het land is voortdurend water aan het pompen om te voorkomen dat de 3500 polders of gebieden van herwonnen land uit de zee overstromen en 2/3 van Nederland zal onder water liggen als er geen dijken zouden zijn. Supreme Master Television had het genoegen om de architect te ontmoeten en over zijn huidige en toekomstige projecten te praten, waardoor we een glimp krijgen in de spannende wereld van drijvende architectuur. Mijn naam is Koen Oldhuis en we zijn hier bij Waterstudio, architectenbureau dat alleen maar bezig is met drijvende elementen op water. In Nederland een artificieel land. Ze pompen dagelijks heel veel water uit om dat land droog te houden. Het is natuurlijk één grote polder is het. Eigenlijk 3.500 kleine poldertjes. En dat is best raar. Want eigenlijk als je stopt met pompen, op een gegeven moment komt dat water allemaal terug omhoog. Dus dan zouden we eigenlijk gewoon weer onder water zitten. Ook op deze plek waar dit bureau staat, zitten we onder zeeniveau. Dus dat zijn heel veel mensen beseffen dat eigenlijk niet. Naast de constante last van het verwijderen van water om laaggelegen land te beschermen, zorgen de snel veranderde omstandigheden van de wereld voor de toenemende uitdaging voor Nederlandse steden. Nou, door de klimaatverandering in Nederland, wereldwijd eigenlijk, heb je veel meer regen en heb je veel meer water in de rivieren en een hoge zeespiegel. Dus het is ontzettend lastig, of steeds lastiger om dat land droog te houden. Tegelijkertijd willen we ook overal gaan bouwen. De steden zijn aan het groeien. Dus nou, dan heb je stedenbouw en meer water. Ja, dat bijt elkaar, hè, de ruimte. Nou, wij proberen eigenlijk die stedenbouw op dat water te zetten. Terwijl Nederland met name geïnteresseerd is in op water gebaseerde stedelijke ontwikkeling, hebben andere dichtbevolkte landen met grote kust- en riviersteden ook belangstelling voor het werk van Koen Oldhuis. Hij zegt dat 90% van de grote metropolen in de wereld een waterkant hebben die drijvende structuren kunnen huisvesten.
Nederland is al 100 jaar natuurlijk al met dat water bezig en kijken of je met water kan wonen. Maar in het buitenland zien ze het nu ook. Want die problematiek die we hebben hier in Nederland, die is natuurlijk eigenlijk wereldwijd hetzelfde. Als je naar de 90 of 100 grootste steden in de wereld kijkt, ja, die zitten allemaal aan het water. En New York, Seoul, Tokio, Singapore, Sydney, allemaal hele grote steden, allemaal ruimtegebrek en allemaal water om zich heen. Dus het is ontzettend logisch dat je dat water ook in die steden gaat gebruiken. En dan heb je het niet alleen over de woonboot, maar heb je het ook over hoge dichtheid drijvende objecten. Er kunnen zelfs drijvende torens zijn. En het grappige is, we krijgen op dit moment vragen vanuit de hele wereld. Dat komt vanuit Moskou, Argentinië, Brazilië, Japan, China. Overal waar ze gewoon steden aan het groeien zijn, waar ruimtegebrek is en waar wel water is. Naast het voordeel van het toevoegen van ruimte aan dichtbebouwde gebieden, vroegen we meneer Oldhuis of er extra voordelen zijn bij het bouwen op water. Heel veel voordelen. Er zijn economische voordelen. Je kan nu gewoon beter bouwen in de stad. Je hoeft niet alleen maar aan de zijkant te staan, maar ook in het centrum zelf. Dat is een voordeel voor ontwikkelaars. En wat je nu ziet, is de volgende stap, is dat water wordt omgezet in bouwgrond. En dat levert ook weer een economisch voordeel op. Maar sociale voordelen ook. Dat is dan weer een volgend concept. Dus dat je steden gaat maken die kunnen reageren op veranderingen die plaatsvinden. Laten we nu wat leren over één bepaald project van waterstudio.nl. Dat gaat over herontwikkeling van het land aan de kust in de buurt van Den Haag. En het opnieuw instromen van de zee, wat sinds geruime tijd is weggehouden van dit deel van de kust. Hier vlak in de buurt, in het Westland, dat is nou ongeveer 20 minuten van hier vandaan, dat we daarmee zijn voor de eerste keer echt een polder onder water aan het zetten. Dus we gaan ontpolderen daar. We laten water terug in die polder komen. En dan gaan we woningen bovenop zetten. Er komen 1200 woningen. En van die 1200 woningen zijn er 600 drijvend. En 600 zijn dan op terpjes of op heuveltjes. En dat is eigenlijk voor de eerste keer in Nederland dat we op een nieuwe manier naar dat land gaan kijken. Dus niet alleen maar droogpompen, maar ook gewoon het water erin laten komen. Okay. Nederland staat bekend om vechten tegen het water. En dat gaat een heel langzaam verandering in leven met water. Gelovend dat het een reële mogelijkheid in de niet al te verre toekomst is, heeft meneer Oldhuis een visie over het ontwikkelen van drijvende structuren die mobiel zijn en vervoerd kunnen worden van de ene locatie naar de andere. Op het water kunnen we dus gewoon eigenlijk gebouwen maken en stadsdelen maken die verschoven kunnen worden. Dus dat betekent dat je eigenlijk, als je een bepaalde vraag hebt voor meer natuur of voor meer huizen of voor meer kantoren of voor meer, wat dan ook, dan kan je dat eigenlijk gewoon zo'n stad binnenvaren. Moet je voorstellen dat je in Amsterdam, centrum Amsterdam, ligt ook aan het water. Daar kan je dus gewoon allemaal dingen gewoon, in het water heen brengen. En dat dus parken, maar ook gewoon woningen en kantoren en leisure. Net als al het andere dat we bouwen, hebben structuren ook nuttig leven verbonden aan niet alleen de materialen waarmee ze gemaakt zijn, maar ook aan de vraag of ze nog steeds voldoen aan het oorspronkelijke doel waarvoor ze gebouwd waren en overeenkomen met het karakter van de omliggende buurt. Meneer Oldhuis gebruikte de analogie van de levenscyclus van een auto om aan te tonen hoe drijvende gebouwen langer relevant kunnen blijven. En wat verder belangrijk is duurzaamheid. We hebben allemaal ons mond vol van dat het sustainability moet beter worden. Ja. Maar water, dat geeft dus nou de mogelijkheid om producten langer te gebruiken. Moet je voorstellen dat je een mooie auto hebt en na 3 jaar denk je, ik wil een keer een nieuwe auto. Dan ga je die auto niet door de pers heen halen. Wat doe je? Die verkoop je. Ja.
nou, iemand anders gebruikt hem nog eens een keertje 10 jaar. En dan wordt hij nog een keer verkocht. Ja. Dus nou, die levensduur van die auto is gewoon heel erg lang. Het kan helemaal uitgebruikt worden totdat hij gewoon echt niet meer rijdt. Mee, ja. Nou, met gebouwen is het vaak zo dat aan 30% van de levensduur breek je hem af. Want ja, dan is de woning die we in de jaren 50 gebouwd hebben, die voldoet niet meer. Omdat we nu heel anders tegen woningen aankijken. Mm-hmm. Nou, op het water kan je gewoon die woningen gewoon verschuiven naar een andere plek. Je zou ze zelf naar een andere stad kunnen brengen, maar je zou ze zelfs naar andere landen kunnen brengen. Dus als je drijvende dingen gaat doen, geeft veel meer flexibiliteit. En dat betekent dus dat je die woningen, maar zelfs hele stadsdelen, mm-hmm. die kan je veel langer gaan gebruiken. En dat levert gewoon ontzettende energiebesparing op en materiaalbesparing op. Zonder littekens bouwen is een term die Koen Oldhuis gecreëerd heeft, die passend zijn filosofie van groene ontwikkeling beschrijft. Koen, kun je ons iets vertellen over de milieubelasting? Ja, kijk, wij zeggen altijd heel simpel, hè? Als je niks doet, dat is altijd het allerbeste. Mm-hmm. Dus alles wat je bouwt in een omgeving, dat heeft effect. Wat we alleen wel proberen is met drijvende gebouwen, een drijvende oplossing, een minder grote impact te hebben. Wij noemen dat scarless building, dus bouwen zonder littekens. Dat doen we op twee fronten. Dat is geen carbon footprint en geen physical footprint. Ja. Dus we proberen gebouwen te maken die als het even kan geen CO2 uitstoot hebben. Hè, of die neutraal zijn. Mm-hmm. Hè, dan kan je doen door zorgen dat ze heel erg energiezuinig zijn. Of dat er die drijvende solar panels mm-hmm. omheen zitten. Mm-hmm. Maar het tweede is dat je ook geen physical footprint nalaat. Dus als je gebouw, die gebruikt eigenlijk 50 jaar of 100 jaar zo'n stukje water. Ja. Als je afloopt dan het gebouw weghaalt. Ja. Dan zit er geen impact op die locatie. Het lijkt dat vele steden over de hele wereld zouden kunnen profiteren van drijvende gebouwen en andere spannende op water gebaseerde bouwkundige ontwikkeling. Met zulke veelbelovende milieu-, sociale en economische voordelen kijken we er inderdaad naar uit om veel meer van het uitstekende werk van Koen Oldhuis en Waterkant.nl te zien in de toekomst. Vergezel ons alsjeblieft volgende vrijdag weer op Gouden Eeuw Technologie voor deel 2 van ons programma. Wanneer we verder gaan met het werk van Koen Oldhuis te onderzoeken en leren over zijn ideeën over een zonnige toekomst van het stedelijk leven in harmonie met de zee. Voor meer details over Koen Oldhuis bezoek alsjeblieft www.waterstudio.nl. Dank u, liefdevolle kijkers, voor uw gezelschap vandaag bij Gouden Eeuw Technologie. Hierna volgt vegetarisme, de nobele levenswijze, vlak na opmerkelijk nieuws. Mogen uw dagen gevuld worden met veel vreugdevolle momenten en liefdevolle herinneringen van het goddelijke. Thank you, loving viewers, for your company today on Golden Age Technology. Coming up next is Vegetarianism, the Noble Way of Living, after Noteworthy News. May your days be filled with many joyous moments and loving remembrance of the divine. For more details, please visit www.suprememastertv.com/GAT.